Geweldig dat je kijkt naar weer een nieuwe bemoediging in de serie Gods liefde voor jou. Ja, ik denk dat dit is een van de meest belangrijke onderwerpen is. Uh, gods liefde is onvoorwaardelijk naar jou. En dat is een heel belangrijk facet. De Bijbel zegt geloof is door liefde werkende. En als die liefdebasis, die liefdesovertuiging niet goed is, niet duidelijk staat, dan kunnen we onmogelijk vrij wandelen in ons geloofsleven. Liefde is de basis van alles. En we zullen, we zullen volledig ervan overtuigd moeten zijn. dat God heeft jou onvoorwaardelijk lief. Ik wil vandaag spreken over het feit dat God heeft de hele wereld lief heeft. En, en, en de Bijbel spreekt daarover in Johannes hoofdstuk 3, vers 16. Een, een hele bekende tekst. Veel mensen kennen deze tekst. maar het is goed om, om dit op ons in te laten werken. De Bijbel zegt daar. want zo lief. Want zo lief heeft God de wereld gehad dat Hij Zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want zo lief heeft God de wereld. God heeft goede mensen lief, God heeft slechte mensen lief, God heeft ge geaccepteerde fijne mensen lief, God heeft de, de grootste boef, Hij heeft iedereen lief. Gods liefde is onvoorwaardelijk. Is onvoorwaardelijk, is niet gekoppeld aan voorwaarden, heeft puur te maken met Gods hart. Hij is liefde. Hij, jij bent de kroon van zijn schepping. Hij heeft jou onvoorwaardelijk lief. Zijn liefde gaat uit naar jou en het is zelfs zo, Gods liefde gaat uit naar de hele wereld. Daar waar mensen soms elkaar niet mogen, daar waar jij of ik onze voorkeuren hebben van mensen, daar zegt God: "Ik heb geen voorkeur. Ik heb de hele wereld lief." En omdat hij de hele wereld lief heeft, gaf hij zijn enige geboren zoon Jezus Christus, zodat een ieder die in hem gelooft niet verloren zou gaan, maar eeuwig leven heeft. De Bijbel zegt er nog iets moois over in Romeino stuk 5 vers 8, wat ik graag met je wil lezen. Er staat, God echter bevestigt zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Zo zie je, waar wij als mensen, wij vinden iemand heel lief op het moment dat iemand lief is naar ons. Hè, om het zo maar te zeggen. Wij, krijgen, wij ontwikkelen liefde, wij ontwikkelen genegenheid naar mensen die heel erg vriendelijk naar ons... Toe zijn. Bij God is dat niet zo. Of je nou goed doet naar God, goed doet naar andere mensen, ja of nee. God heeft jou lief. Hij heeft de hele wereld lief. En voor de hele wereld betaalde hij de prijs. Goede en slechte mensen, God heeft jou lief. Gods liefde is onvoorwaardelijk. Hier gaan we het de hele week over hebben. In deze serie, Gods liefde voor jou. Wauw! Ik wil je hartelijk bedanken voor het kijken. Wil je elke dag zo'n bemoediging ontvangen? Like dan onze Facebookpagina Jubilee Church en volg ons dan en deel het ook met anderen, zodat andere mensen ook deze geweldige bemoedigingen kunnen ontvangen vanuit Gods woord, waarin deze week duidelijk wordt Gods liefde voor jou. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer.